al weer iemand? Ja, ik ben er. Tractie op gemiddeld gezet weer. Racelijn op alleen bochten. Ja, die, ik ga hem nu ook even testen. Nou. Maar die racelijn hebben we alleen in de bochten. Ik ben benieuwd hoe dat is. Nou, zet hem op. Oh, daar gaat de racelijn. He's gone. Oh, ja. Gelukkig weet dat die bocht naar rechts is. Ben je al bij die bocht? Ja. Jij nog niet dan, Michael? Oh, kut. Kind. Nee, dat is lekker. Het worden een paar keer grindhappen. Ik heb hem ook te pakken. Gelukkig komt het redelijk voor de bocht alweer tevoorschijn. Ja, ik zie het. Maar okay, nu is het wel... Dit wordt sowieso top 4. Oh nee, ik denk dat het wel beter is. Iemand was er vlak achter. Ik denk... sta nog in de bocht. Tweede, denk ik. Derde. Tweede. Eerste, denk ik. En Joep was er al, ik zat nog in die bocht, 3 seconden inderdaad. Dat was wel lekker. Je gaat mijn tactiek hier pakken. Ja, ik moet zeggen, ik ben zeer content met deze tactiek. Ik hoop dat het regent. Ja, wat zullen wij weer hebben? Eén laatste race alweer, hè? Is dat zo? Alleen nog Rusland hierna. Joep, wat heb je ervoor over dat ik je niet in de eerste bocht raak? Nee, je kan dit. Ja, het gaat ook niet op kunnen. Het gaat op willen. Die Guit die had weer... Ja, die gaat een andere tactiek. Gaat deze bocht om naar rechts. Wie was dat dan? Wat doe je? Ik zit naast je. Jesus. Ja? Ik sta voor je. Hier, die voor je. Yo. Hey. Wat de hond. Geen er eentje opeens rechts. Ja, ik was gewoon aan het spinnen. Ik krijg een waarschuwing voor een botsing met Joep. Ik heb Joep niet eens aangeraakt, volgens mij. Ah, oké, ik heb wel aangeraakt, maar... Ik zat echt niet in die mangel. Joep, wat was dit voor actie? Ja, wat was dit voor actie? Ik zat naast je, beukt gewoon vol tegen me aan. Dus ik beuk je gewoon terug. Ja, maar ik werd ook gebeukt door jullie jongens. En ik krijg een waarschuwing. Daar ging Mike in één keer het grind in. Oh. Oh jee. Oh. Bosbrad, kan je niet even bij de tunnel stilstaan? Daar kwam Latifi. Oh, wat de fuck is dit hier? En dan krijg ik een tijdstraf. Ja. Ik word geraakt door Russel. Zijn malfwegen. Sta weer recht. Ik kom Mike hier frontaal er gewoon inbeuken, mensen. Ja, ik denk, wat gebeurt hier? Ik zie allemaal auto's staan. Oh, kut. We hebben hem op camera, dus dan gaan we hem eventjes goed... Kijk, oh, kut. Ik ga het kind in. Schijt. Ja, hoor. Hoi. Ik kan ineens meer sturen. Leclerc, tweede. Dream Team. Ja, wie de fuck was dat? Oh. Wat god. Ik heb nog een waarschuwing ook. Zo. Daar ging Norris. Wat een kut voor een onzin zeg. Ik heb een waarschuwing omdat iemand mij godverdomme even omver rijdt. Zo. Oeh, wie was dat dan? Kut. Oh, Mikey! Hou het niet erop, jongens. At the bucket. Dat scheelt ook niks, hoor.
gaat er eentje gewoon rechtdoor. En hij komt er nog mee weg ook. Oh, wat een klein stukje. Krijg je ook een waarschuwing of niet? Ja, ik krijg wel een waarschuwing. Ah, ik heb deze grindbak nu ook al genoeg gezien. Ga ik weer. Nee, niet insturen daar. Oh, wat een lul. Wat een lul. Wat is hij nu? Oh, nee. Oh. Dat is een goede kant. Oh, dan zit hij van Breuken ook weer in mijn nek. Zo! En daar ging Maki rechtdoor. Oh, en ik was gewoon bezig met een supersnelle ronde. Staat er bij ERS gebruiken 1 gemiddeld? Ik heb 3 inhalen. Ja, omdat je hem aan hebt. Oh, kijk, daar is Joepie al. Nee, kutzooi, scheid, hoe kan dat dan ook? Wie god. Ah, dat was zo kut. Godverdikke, wat kut. Van die hele race weg. 3 keer een fout van de vol. Kom maar buiten. Dank u. Oh. Ja, ik zou nog breder nemen. Sorry. Nou, kijk eens zonder brokken te maken aan dit keer. Die zeggen gewoon dat het jouw schuld is. Hè? Tot wat? Ik word niet persoonlijk aangevallen. Oh, benen had ik hem niet. Want ik ging echt toevallig net naar achteren kijken. Als je ging maar gaan? Ja. Ik had hem echt bijna. Oh, Joep, zie ik de pizza liggen. Zie. Wat de fuck is dit nou, kut verstappen? Of wie is dat? Ik word gewoon aangereden alsof het een fietseiland is. Alsof ik een jong tienermeisje ben of een zoon is ons. Nee, niet allemaal. Zo. Een heel zesde. Oh, lekker hoor. Vierde. Ik vind echt alle grindbak heb ik wel gezien inmiddels. Ja, maar Joep heeft jou er niet afgereden, dus dat is... Derde, lijp. Ah, tweede word je ook nog wel. Ja, dat kan. Tiende sta ik nu. Even 10 minuten stil, hop. Dan was het wat, ik weet niet of het helpt, maar ik heb een idee, zeg maar. Dat ik zo, wat een klote Perez. Die klote Perez nog eerst voorbij. Vijfde staat hij gewoon. Die gaan onderde worden, let maar op. Het is de laatste ronde, hè? Als je binnen de scum komt, hè? Oh. Oh, kuts. Nou, dat was Michael. Woehoe! Maar hij is er al. Ja! Oh. Ja! Ik weet niet hoor, vriendjes, maar zo kan ik niet draaien. Ik was brat, je bent bij mij. Mike, je bedankt hè. Hij gaat van de baan af, Mikey. Dan heeft hij een heel treintje die hij eraf kan rijden, maar hij kiest uitgebreken bos te vat. Echt, ik lach als van, oh, je rijdt iedereen. Ik heb geen band voor brandstof meer. Godkeleren. Hup, daar gaat Mikey. Oh, je zit bij mij mee te kijken. Ja, ik denk, brandstof geloven we. We kijken naar Mikey. Oh. Je bent nog steeds het laatste, hè? Ah, nee, Mikey. Russell rijdt er nog. Russell is al gevlagd. Oh, kan ik er nog 1 minuut 20 over doen? Ja.
Woehoe! Dat doe je alleen als je het kampioenschap hebt gewonnen. Oh, ik word duizelig, joh. Ja, maar brandstof is op. Woe! Ferrari. Hier met de gruit. Ja, wel deze podiumje. Deze overwinning ben ik niet trots op. Over mijn tweede bocht. Maakt dat een beetje goed, Bosbrand? Heb ik lekker veel mee om een. Bosbrand boeit het zelf geen reet als iedereen eraf beukt. Nee. Ja, het was wel een goede dag voor Ferrari. 1-3. Ja, en dan die Haas, hè, die ook een Ferrari motor heeft. Ja, zijn we alweer bij de laatste. Ah, je bent al kampioen, hier. 27 punten. Ja, net. Chill. Ik ben al tweede. Geruit kan nog derde worden. Ik heb er geen geld op inzetten. Want die Bosbrand die rijdt, die gaat opeens naar rechts als je naar links moet. Constructeur, is ook al gelukt.